We horen veel over geluidskwaliteit in 5.1, 2.0, Dolby Surround, DTS HD en Dolby True HD. Een hoop mooie termen, maar wat betekent het eigenlijk en wat zijn dan de verschillen tussen 5.1 en 2.0 geluid? Vandaag zijn we op bezoek in de studio van componist Martijn Schimmer. Hij componeerde muziek voor bioscoopfilms zoals De Zoepfilms, Fuchsia de Mini-Heks, Voetbalvrouwen, Volle Maan, Alice in Glamourland en Costa. Verder maakte hij muziek voor tv-programma's als The Voice of Holland en natuurlijk onze eigen Mediazine. Laten we beginnen met 2.0. 2.0 geluid is eigenlijk stereo. En dat is, vroeger had je alleen maar mono en tegenwoordig is er stereo. En het is de linker en de rechter speaker in je huiskamer. En dat geeft een veel breder beeld van de muziek of van het geluid. 2.0 is eigenlijk bij uitstek geschikt voor cd's. Dus gewoon voor de ouderwetse cd. Omdat je daar de meeste muziek is gemixt in stereo. En het is eigenlijk pas sinds de laatste jaren dat er ook cd's uitkomen die in 5.1 gemixt zijn. Dus in surround. Dit is een voorbeeld van een stereo set. De Streamium van Philips. Een compacte oplossing bestaande uit twee krachtige speakers en een compacte set. Dit systeem heeft een harde schijf van 160 gig, waar je zo'n 2000 albums op kwijt kunt. Via de Streamium technologie maakt de speler ook draadloos contact met je pc en kun je naar internetradio luisteren in goede kwaliteit. Het is eigenlijk zonde om een film af te luisteren stereo, want de film wordt helemaal gemixt in 5.1, dus in surround. En dan mis je eigenlijk heel veel ruimtelijke informatie, die hoor je wel en het wordt allemaal naar de voorspeakers gestuurd. Maar het is een stuk minder mooi dan surround. 5.1, dat zijn 5 speakers. Je hebt de linker speaker en de rechter speaker, eigenlijk de stereo speaker. Dan heb je een speciale center speaker. Die center speaker, daar zit eigenlijk alle dialogen in. Dus alle teksten worden meestal naar de center speaker gestuurd. En de surround speakers, dus de linker en de achter speaker, de rechter achter speaker, die worden vaak gebruikt voor effectgeluiden. Dus bijvoorbeeld een vliegtuig wat voorbij komt, dat hoor je van voor naar achter gaan. Waardoor je een heel ruimtelijk effect krijgt. En dan heb je nog een speciale speaker, de subwoofer. En die wordt gebruikt voor de lage tonen. Je begint met componeren, dat doe je eigenlijk met de computer. Dus je verzint gewoon, in de computer heb je een sampletje van een strijker, van een klarinet, van alle instrumenten die in het orkest aanwezig zijn. Dat printen we uiteindelijk uit. Als het goedgekeurd is, print je het uit. Dat zet je voor de muzikanten neer, die spelen het. En dan heb je een opname met heel veel verschillende sporen. En die verschillende sporen, die moeten we weer allemaal samen terugmixen naar één 5.1 surround mix. En dat is eigenlijk in een notendop zoals het werkt. Er bestaan inmiddels heel veel soorten surround systemen voor thuis. Een 5.1 home cinema set biedt de optimale geluidskwaliteit voor zowel films als muziek. Het grote verschil met gewoon stereo is dat je de effecten van alle kanten hoort komen. Bijvoorbeeld een helikopter die over komt vliegen of een ontploffing in een film. De zogenaamde 360 sound van Philips vult de kamer met geluid en zorgt voor een unieke 5.1 ervaring. Elke satellietluidspreker beschikt over 3 aparte luidsprekers. 1 voor en 2 zijdelings om 360 effect te verkrijgen. Dit apparaat heeft zelfs de mogelijkheid om Dolby True HD en DTS HD af te spelen, waarmee je de allerbeste geluidskwaliteit hebt als je Blu-rays afspeelt.